Nou, dat zou misschien wel kunnen, maar toen heb ik... Om hoe laat heb je gebeld dan? Nee, ik ben hier geweest in de deur. Oh, nee, dan was ik niet. Nee. Nee, dat weet ik wel. Nee, dat weet ik wel. Ja, dat weet... Toen heb ik weer wat anders gekocht. Uit een polder, hè? Bij jullie, nee, niet bij jullie, bij... Hoe heet het? Voor het dorsen straks, hè? Is je nou meer dan aantrekken? Andere kant, nee, dacht andere ik, kant daar. Zo ja, ja dat komt nog beter in één hoek, hè? Kijk, hij net... Voor demonstraties gewoon... Nee, om voor een nieuwe oogst te zorgen. Ik heb zelf... mijn eigen rog is verrot. Oh? Oh? En er is niks van terecht gekomen, dat die heb ik eraf gegooid met een cyclomaaier. En heb ik een halve hectare... Kom. Ja, heb ik in de polder tarwe gekocht. Maar dan moet ik het zelf wel gaan binden. Er is niemand die dat voor me kan doen. He? Nee, dat doe ik wel doen. Dat zo! En ik zei, nou jongens, gooi dat er maar af en ik koop maar wat in de polder. Dan hebben we tenminste mooi schoon stro. He? Er zit geen ontuig in dat bij mij dat land is, dat hartstikke vol. Ik ga straks eerst spuiten, doodspuiten, want dat is... Er wordt niks. Even kijken, zeg niet doen. Ja, nou, het wordt nou gehoord op het ogenblik. Ik heb daar niemand bij.